vanavond nog een hertje zien, dan hoef je alleen maar met ons mee te gaan. Kan even duren voordat we zijn. Daar is het, blijf niet staan. Vingers. Hey, Vlekje! Wacht nou even! Straks verdwaal je! Oh. Vlekje, spring in het veld! Dan kan ik je tenminste in de gaten houden. Hoe ben je in het deel van dat bos terechtgekomen? Ja, Vlekje was weggelopen. Dus je was er aan het spelen, terwijl je eigenlijk moest werken? Ja, het spijt me, pa. Bied jij nou ook even je excuses aan Vlek? Die stenen die jij gezien hebt, zijn vroeger van een fundering geweest. Een fundering? Daar heeft het huis van de familie Vermeulen gestaan. Die woonde daar net toen jij geboren bent. Oh, dat wist ik niet. Ze hadden een meisje van jouw leeftijd. Die heb ik nog een naam gegeven. Oh ja? Bij een mooi meisje hoort een mooie naam. Oh? En hoe hebt u haar genoemd? Sandra. Ah, Sandra. Dat klinkt als een klokje. Als je een meisje was geweest, hadden je moeder en ik jou ook Sandra genoemd. Dus ik vind het leuk dat je het een mooie naam vindt. Oh? Oh, Jody, kun je even naar Joep gaan en vragen of ze een stuk of 20 lange spijkers voor ons hebben? Ik ben zo terug. En daar hebben we van die lange spijkers voor nodig. Natuurlijk, kijk maar even in die kist of er nog genoeg zijn. Bedankt, Buck. We hebben gelukkig nog geen slecht weer gehad, want de storm zou ons alle wind uit de zeilen nemen. Nou en of. Jody! Huh? Ik wilde net naar jou toe komen. Heb je even tijd? Dan zal ik je eens wat laten zien. Wauw, dus hier heeft vroeger nog een ander huis gestaan. Dat hebben ze me nooit verteld. Als dat nog zo was, dan waren we nou geen buren. Dit had ik nooit kunnen ontdekken zonder Vlekje. Het is maar goed ook dat die mensen hier niet meer wonen. Want dan zouden wij nooit zulke goede vrienden zijn geworden. Dat weet ik zeker. Hoezo? Hij zou de hele dag natuurlijk hier zijn om met dat meisje Sandra te spelen. Oh, je begint al net zo'n toontje te krijgen als Francine. Gaan we zo beginnen? Blijf dan staan als je durft. Dan moet je bij mij eens proberen, joh. Oh, sorry hoor, Dikkels. Ik wist niet dat je kwaad werd. Oh, Joep, zeg dan wat. Het doet zeer. Jody. 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 Wie van jullie heet Jody? Ach, laat maar, ik zie het al.
Zo, zo. Jij bent ook al flink uit de kluiten gewassen, zie ik. Ik heb thuis nog een leuke dochter die ongeveer net zo oud is als jij. Bent u meneer Vermeulen? Ja. Voor zover ik het kan bekijken, is hier nog helemaal niets veranderd. Nog steeds hetzelfde liedje. Ja. Het is net alsof ik hier nooit ben weg geweest. We wisten niet dat je zou komen, dus dit is alles wat we je aan kunnen bieden. Lekker toch? Het smaakt uitstekend. Mm. Als je gewend bent aan dat drie sterrenvoedsel, ben je blij dat je eindelijk weer eens zo'n lekkere platte landspot voorgeschoteld krijgt. Wat toevallig dat Jody uitgerekend vandaag die fundering van jullie oude boerderij tegenkwam. Hij komt normaal gesproken nooit in dat deel van het bos. De laatste keer dat ik hem zag, huilde hij steeds als hij moest eten, maar nu hoor ik hem niet meer. Sandra zal intussen ook wel aardig zijn gegroeid. Ja, die kleine van me is geen kleuter meer, al zeg ik het zelf. Wanneer wilden jullie ook alweer gaan trouwen, Jody? Nou, ik... Jody, hij maakt alleen maar een grapje. Waar bleef die chauffeur van mij nou toch? Ik had toch echt om 8 uur met hem afgesproken? Oh, je kunt best een nachtje bij ons blijven logeren, hoor. Tja, mooi aanbod. Tja, en anders kan Jody je morgen wel wegbrengen. Bedankt voor het aanbod, Vivian. Dat personeel van tegenwoordig is gewoon niet meer te vertrouwen. Mag ik dat horloge van u eens zien, meneer Vermeulen? Natuurlijk. Waarom niet? Wauw, wat glimt dat. Oh, en het beweegt ook nog. Hoe is het mogelijk? Dat is maar goed ook, anders zou het geen horloge zijn. Zou ik het een vlekje mogen laten zien? Dat is een heel duur horloge, Jody. Stel je voor dat er iets mee gebeurt. Doe maar, jongen. Bedankt. Het lijkt wel of dat joch denkt dat het het een broertje van hem is. Ja, die twee die kunnen heel goed met elkaar opschieten. Zolang die man niet denkt dat hij erop kan gaan zitten. Net als bij een paard. Ik weet niet in wat voor zaak hier nu zit, maar zo te zien gaat het je aardig voor de wind. Ja, een eigen chauffeur en zo'n gouden horloge, dat is allemaal niet niks, dacht ik zo. Ach, mijn devies is altijd geld dat moet rollen. Ik vraag me af wat wij nu zouden doen als we tegelijkertijd met hun uit het bos waren vertrokken. Wij hadden toch nooit meer kunnen wennen in de stad. Ik heb gewoon veel geluk gehad, niet meer en niet minder. Hoor je dat getikvlekje? Dit is voor jou zeker ook de eerste keer dat je een horloge ziet. Nee joh, dat kun je niet eten. Hierop kun je zien hoe laat het is. Hé, dat is raar. Er staat HG. Er zou toch op zijn minst een V van Vermeulen in moeten staan? Of Jody! Zij... Haal jij nog wat hout voor de kachel? Kom zo! Ik had kunnen weten dat ik hem niet vooruit had moeten betalen. Die zit natuurlijk weer in een of ander café zijn geld over de balk te gooien. Weet je al of je hier blijft slapen? Dan kan ik zo meteen even de kamer van Jody in orde maken. Ja, goed idee. Hij mag best een weekje blijven hoor. Ik slaap wel in de stal. Ja, waarom niet? Dat is afgesproken. Je vindt het toch niet echt erg om een nachtje in de stal te moeten slapen? Nee hoor, helemaal niet zelfs. Het hooi is lekker warm. Ruim jij je kamer even op? Als het te veel moeite is, dan ga ik met liefde en plezier zelf in de schuur slapen, hoor. Geen probleem. Nee, hoor, we laten Jody bij Vlekje in de schuur slapen. Ja. Nou, voor mij mogen ze hier een hotel beginnen. Dan kan ik elke avond bij jou in de schuur slapen. Als ik snurk, dan mag je me wakker maken, hoor.
Ik snurk toch niet? Oh nee, hoe kan dat nou? Ja, nou hoef je niet meer te blaffen. Had dat vannacht maar gedaan. Ik was toch niet wakker geworden van dat geblaf. Hij doet dat zo vaak dat ik steeds denk dat het loos alarm is. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Hij heeft hier zelf gewoond. Dan weet hij toch hoe belangrijk paarden en geweren voor ons zijn. Het is verschrikkelijk. Is er iets mis? Kan ik helpen? Cesar is weg. Is hij uitgebroken? Nee, gestolen. Dus die letters op dat horloge hadden niks met zijn naam te maken. Maar waarom vertel je ons dat nu pas? Jody kan er niks aan doen. Als we het gevraagd hadden, dan had Vermeulen vast een of andere smoes verzonnen dat hij dat horloge van iemand had gekregen of dat hij het ergens gekocht had. Hoe kun je nou stelen van mensen die je te eten hebben gegeven en van wie je onderdak krijgt? Hé, Amadeus hoort iemand aankomen. Oh, Cesar is teruggekomen, hoor. Cesar! Welkom thuis, jongen. We begonnen je al te missen. Zou Vermeulen hem losgelaten hebben? Nee, ik denk dat Cesar hem van zich af heeft geschud. Je gaat toch niet... We hebben dat geweer heel hard nodig, Vivian. Mag ik meegaan? Ah, alsjeblieft. Nee, jij blijft hier bij je moeder. Kom op, Amadeus. Aan jou had ik helemaal niks gevraagd. Kun je niet beter aan een broer van Joep vragen of hij met je mee wil gaan? Nee, dit varken wil ik liever zelf wassen. Daar heb ik geen hulp bij nodig. Kijk nou maar uit, want dat geweer is geladen. Vermeulen is wel een dief, maar dat wil nog niet zeggen dat hij op mensen gaat schieten. Tot straks. Tot straks. Wel ja, maak het me maar gemakkelijk. Is papa nog niet terug? Het is nu al bijna 4 uur geleden dat hij hier vertrokken is. Misschien kan ik toch maar beter een paar broers van Joep gaan halen. Ja, doe dat maar, hè, voordat het straks te laat is. Hè? Huh? Dokter Hebscheuten? Ja, maar wie zit er nou naast hem? Dat is lang geleden. Oh, zeg dat wel. Hebben jullie toevallig ook die oude buurman van jullie gezien? U weet wel, die Vermeulen. Dat dacht ik al. Dit is zijn dochtertje, Sandra. Ah, dus jij bent Sandra. Ja, jij bent toch Jody? Ze liep helemaal alleen door het bos, dus heb ik hem maar even meegenomen. Jullie lusten vast wel een kopje koffie. Dat laat ik me geen 2 keer zeggen. Kom maar. Ik hoef geen koffie, hoor, ma. Ik ga even naar Joep toe. Als je wilt, dan kun je wel mee, hoor, Sandra. Ik weet niet. Waar is mijn vader? Je vader heeft... Die is samen met mijn vader aan het jagen. Nou, goed. Wat een lief beestje is dat, zeg. Ja, en ze luistert ook heel erg goed naar me. Hoe heet ze eigenlijk? Vlekje. Ah, leuke naam voor een hert. Ook goedemiddag.
dan terug. Kom hier, Amadeus. Oh. Geen stap verder of ik schiet. Mijn paard heb ik al terug en de rest wil ik ook nog wel vergeten... als je me nu meteen dat geweer teruggeeft. Dat lijkt me geen moeilijke keuze. Geen denken aan. Als je nog een stap dichterbij komt, dan schiet ik. Als je dat doet, dan overleef je het zelf niet. Want er loopt hier een beer om die ze slimbeer noemen... en die komt overal op af waar bloed is. Dus wees nou verstandig. Blijf staan. Denk goed na, man. Ik denk niet dat je Sandra een groot plezier doet als je straks in de gevangenis komt. Sandra. Eerst maar eens even naar dat been kijken. Niet gebroken. Maar ik zou toch maar even langs Hebscheuter gaan. Dus die oude kwakzalver smeert jullie nog steeds die slangenbrouwsels aan. Jazeker. Hij laat ons tenminste niet in de steek. Ik ben de enige van het hele stel die stom genoeg was om hier weg te gaan. Moet jij eens raden waar we nu zijn? Kom maar, dan zal ik je helpen. Komt dit je niet bekend voor? Hier heeft vroeger jullie huis gestaan en dit is van de fundering. Op deze plek? Toen ik nog klein was, vertelde mijn vader altijd over deze plek... dat de vogels er zo mooi zongen, dat er zoveel dieren te zien waren. Maar nu zie ik het zelf en ik vind het nog veel mooier. Heb je geen moeder meer? Jawel, mijn moeder woont met mijn broertje in een stad hier ergens ver vandaan. Dus jouw vader en jij zijn eigenlijk... Jody? Huh? Heeft mijn vader moeilijkheden gemaakt of heeft hij iets van jullie gestolen? Nee. Oh, gelukkig. Ga liggen. Huh? Verstop je achter die bosjes. Schiet nou op. Maar Jody. Hé, wat ben je hier aan het doen, joh? Niks of zo. Ik heb een boodschap van je vader. Was het voor mij? Ik moest tegen je zeggen dat hij naar huis komt met meneer Vermeulen... en dat er niks aan de hand is. Zei hij dat? Maar dat is fantastisch. Wat sta je nou raar te knipperen met je ogen? Is er wat? Ja, dat heb je met die vliegjes. Ik ken een truc die jij volgens mij nog nooit gezien hebt. Laat maar zien dan. Ik tel tot 10 en jij ziet een meisje. Ja, natuurlijk. Ja, echt waar. En het is ook nog eens een heel lief meisje. Je moet even je ogen dicht doen, hoor. Nou, wat heb ik je gezegd? Een mooi meisje met lange blonde haren. Jippie, het is gelukt. Hallo, Joep. En ze weet ook meteen wie je bent. Knap, hè? Sandra? Ha! Joepie staat te blozen. Joep staat te blozen. Heb jij wel eens een klap gehad van iemand die staat te blozen? Kom hier. Oh, moet je kijken, dat moet een hele grote boerderij zijn geweest. Er schiet me ineens een plannetje te binnen. Wat dan? Als we nou eens... Oh, dat is het beste wat je vandaag gezegd hebt. Over een weekje kan het verband er wel af. Zegt dokter Hebscheuter, is het goed als ik uw kar voor een paar uurtjes leen? Natuurlijk, als ik dan voor jou zo naar een paard mag. Als je in deze omgeving geen paard hebt, ben je mooi in de aap gelucheerd. Doet het nog pijn? Nee. Hey, Jody. Wat doen jullie hier?
Kunt u even komen kijken? Ik help u wel even. Oh. Oh. Oh, papa, bent u gewond? Ach, nee, kindje. Ik heb alleen maar mijn enkel verstuikt. Zo. Nou. Jody en ik hebben al het gras eraf gehaald, meneer Vermeulen. Dit is toch de plek waar u me altijd over heeft verteld, hè, papa? Ja, kindje, hier hebben we gewoond. Ik zie het nog helemaal voor me. Hier ben je geboren, Sandra. Vanaf nu ga ik eerlijk de kost verdienen. En als ik geld genoeg heb, ga ik op deze plek onze nieuwe boerderij bouwen. Oh, dan kunnen we allemaal weer bij elkaar gaan wonen. Dat moet kunnen. De fundering ligt er nog en die ziet er nog goed uit. We stonden heel lang naar die fundering te kijken. En in mijn gedachten zag ik die boerderij al helemaal voor me. Ik hoorde zelfs de vader van Sandra hout hakken. Maar dat zal Buk wel geweest zijn. Ik hoop maar dat ze snel hier komen wonen. Want dan horen Joep en ik tenminste nog eens wat anders dan het gekwebbel van Francine. Weet je wat? Ik ga zelf alvast beginnen met bouwen.